Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat een groot deel van Nederland te maken heeft met volop zonneschijn. Boven de Noordzee zien we nog wel een witte wolkenpluk, dat is laaghangende bewolking. Daar heeft eigenlijk alleen schiebele koog nog mee te maken, daar dus wat lage bewolking en ook iets lagere temperaturen. Maar voor de rest is het overal zomers warm. Temperaturen tussen de 23 en plaatselijk 27 graden. Dit zijn de hoogste temperaturen gemeten tot 2 uur vanmiddag. Er komt nog een klein beetje bij, dus lokaal is een 28 graden zelfs nog mogelijk. Vanavond blijft het overwegend helder en de temperatuur daalt langzaam. Hovenweg de avond is het nog steeds warm op veel plaatsen, boven de 20 graden. Uiteindelijk in de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 11 graden. Verder is het oog grotendeels onbewolkt. Lokaal kan een beetje nevel ontstaan bij een zwakke wind uit oostelijke richtingen. Morgen overdag schijnt opnieuw de zon flink en bij een zwak of matige zuidoostenwind, die in de loop van de dag wel een beetje vlagerig kan worden, windkracht 2 tot 4, wordt het zeer warm. Uiteindelijk wordt het 28 graden in het noorden tot 30 of 31, plaatselijk zelfs 32 graden in het midden en zuiden van het land. Vanwege die zuidoostenwind zal het ook op de stranden behoorlijk warm zijn, zo rond de 25 graden. Aan het einde van de dag in de avond zou in het zuidwesten een enkele regen of onweersbui het land kunnen binnentrekken vanuit België. En dat geldt ook voor de nacht na zondag, maar blijft daar waarschijnlijk beperkt tot de westelijke helft van het land. Als we dan verder gaan kijken, op de zondag zien we duidelijk een verandering in het weerbeeld. De wind draait geleidelijk van zuid naar west en daardoor stroomt koelere lucht het land in. Maar die komt niet heel ver het land in. In de kustprovincies, de westelijke kustprovincies althans, daar wordt het de graad of 23. Blijft de temperatuur min of meer stabiel in de middag? Of misschien daalt het zelfs een beetje? Maar verder naar het oosten toe, daar weet de temperatuur nog wel verder op te klimmen. Naar uiteindelijk zo'n 26 tot plaatselijk zelfs nog 30 graden in Limburg. Het tracht begint overal droog en van tijd tot tijd is er zon. Maar in de middag worden de stapelwolken nog wat groter. En dan kan met name landinwaarts en enkele regen of onweers buiten tot ontwikkeling komen. Het is nog moeilijk aan te geven waar en wanneer die buien precies gaan voorkomen, dus houd de weerberichten goed in de gaten. Dan zijn we nog steeds niet van de warmte af, want maandag draait de wind terug naar het zuidoosten en er komt nog wat warmere lucht onze kant op. Dan wordt het 27 graden in het noorden en 30 tot plaatselijk zelfs 33 graden verder richting het zuiden en zuidoosten van het land. Daarbij is een matige Zuidoostenwind. Uiteindelijk aan het einde van de dag komen de regen- en onweersbuiven naar het zuiden opzetten, en daarmee wordt dan uiteindelijk de warme lucht verdreven. Op dinsdag vallen verspreid een paar buien in het Winderland, misschien met een klap onweer. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten. En kijken we tot slot nog even naar de 15-daagse. Dan zien we duidelijk de twee pieken in de temperatuur op de zaterdag en op de maandag. En iets lagere temperaturen dan op de zondag, maar dat geldt dan vooral voor de westelijke helft van het land. Vanaf dinsdag is het dan overwegend rond de graad of 23. Op donderdag misschien weer eventjes iets warmer. Maar over het algemeen, dus zo tussen de 20 en 24 graden. Verder is het daarbij lichtwisselvallig, soms een bui, verre periode met zon en niet al te veel wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.